Over kleuren en smaken valt niet te twisten, zegt men vaak. Waar en niet waar, want uiteindelijk zijn er wel veel zaken waar dat iedereen het over eens is. Je moet je gewoon als interieurarchitect aan bepaalde regels houden. Van welke kleur je persoonlijk houdt, is voor iedereen verschillend. Het is wel belangrijk om ze op een goede manier te gaan combineren met andere kleuren. Daarbovenop zijn er nog een aantal andere factoren die belangrijk zijn om kleuren goed tot hun recht te laten komen. Voilà, dus het zijn eigenlijk zo die zachte tinten. De kleur van licht bijvoorbeeld speelt ook een hele belangrijke rol in een interieur om de juiste sfeer te bekomen. Daarom verander ik soms alle lampen door lampen met een warme kleurtemperatuur. Elk detail is belangrijk, want sfeer wordt bepaald door de optelsom van allemaal kleine dingen. Dus één verkeerde keuze kan eigenlijk het geheel om zeep helpen. Een huis wordt pas een echte thuis wanneer de sfeer goed zit. En dit wordt bepaald door het juiste materiaal op de juiste plaats. Als ik bij mij in huis kom, dan voel ik me meteen thuis. En dat is zeker mee te danken aan de vloerbekleding die ik koos. Want de warmte en het comfort van tapijt, die zijn onvergelijkbaar. Ik kan het in elk interieur toepassen, want het bestaat in alle mogelijke kleuren, texturen, ook dessins, waardoor je het kan laten harmoniëren met overgordijnen, met stoffen, met behang. Alleen de zalige sfeer van tapijt, die blijft steeds hetzelfde. Als je van een huis een gezellige thuis wil maken, dan is tapijt zeker de beste keuze. Dat weet zelfs het kleinste kind.